En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe Jordi vs. Rick. Ik ben een gast hier, Jordi hier samen met... Met Rick! Hoe kan dat toch? Maandag en woensdag heb ik gewonnen. Dus dat zou betekenen dat ik al 2 uit de 3 heb gewonnen. Dus eigenlijk is het nutteloos om nu nog een keer tegen Rick te gaan strijden om de titel. Dus wat we nu gaan doen is gewoon een beetje aankutten in T-Worlds. En dat gaan we doen door middel van een Capture the Flag server te joinen, denk ik. Ja. Een ja. grote Capture the Flag server. Dus als je even op de tapje speler drukt, dan zie je zeg maar de grootste server zeg maar, van waar de meeste spelers zitten. Spelers. Dat tapje spelers zeg maar. Ja, spelers. Ja. Dan zie je zeg maar de hoogste server bovenaan staan. Laten we de Persian Iron server pakken. Persian Iron, ja oké, ben gejoined. Verbinden, en here we go. Oh, dat is dezelfde map als net, of niet? Ja joh. Wat een gekkigheid. Hey, ben jij rood of ben je heel toevallig de andere kleur? Welke kleur ben jij? Ik ben blauw. Oh, nou, dat is heel toevallig. Dan strijden we toch nog een beetje tegen elkaar. Toch nog een klein beetje tegen elkaar. Ik ga nog een keer gewoon... Hey, Jordi people! Dit is mijn vlag, blijf van mijn vlag af. Hey, vlag! Dankjewel. Vlag. Blijf van mijn vlag af, bitch. Er zijn zoveel mensen! Ik kan er niet aan, zoveel mensen. Ik ben 4 keer dood gegaan, ik heb 0 kills. Wat? 4 keer alweer? Ja, veel mensen! Ik heb iemand zojuist gemeleed. Ben je trots op jezelf? Ja, ik ben trots op jezelf. Onze vlag. Zeer trots. Hey Jordi, kom eens naar onze vlag toe, Bik. Bik, dat is een big RTL 4 wordt kaart ingemaakt, jongen. Zijn we voor? Ja, blauw staat voor, joh. Ik kom hem halen! Wat is er doorgegaan met onze vlag? Waar is mijn vlag? En dan, Flynn is ook! Waar is de vlag? Ja, die is al meegenomen, hè. Oh, kut, sorry. Iemand anders voor jullie team. Hallo, Akbar. Iemand heet hier Akbar. Hallo, Akbar. Hoe gaat het ermee? Akbar Pro heet hij. Ja, dat is wel echt pro. Dat is echt wel echt pro dit. Akbar Pro. Wie noemt zijn kind nou weer Akbar Pro? Ja, ik denk dat het een nickname is, Rick. Ik ga er niet uit dat het echt ik denk dat het gewoon echt op zijn geboortebewijs staat. Akbar Pro. Hey, wie hebben we daar? Is toch Albert Verlinde? Nee toch? Ik ben een groot fan. Gaat hij nou zitten met dat kut hamertje? Ik had niks meer. Doei, Jordi. Ik had niks meer, dus ik moest hem doodmaken. Doei, Jordi. Doei. Hey, daar is hij weer! Noyo! Ik heb geen wapens. Iedereen pak alle wapens recht voor mijn pauper op. Dat is wel waar. Recht voor je pauper. Ik ga nu een keer met die laser. Ik ga je kapot maken, Jordi. Wow, ik heb al meis van kills zojuist. T-Worlds is zo'n gezellige game met leuke geluidjes. Weer leuke geluidjes. Hey, Akbar Pro zit in ons team. Wauw, Akbar Pro. Oh, wow. Akbar Pro. Hey, Akbar Pro. Hey. Barry Akbar. Dat is wel een tof naam toch, Barry Akbar. Dat ga ik mijn kind noemen, denk ik. Je moet echt een krijgen. Flikker op. Heb ik jou een keer verteld hoe ik mijn zoon wil noemen? Hans Stil. Bruce. B-R-U-C-E. Probeer dan eens zijn volledige naam uit te spreken. Ik heb de vlag. Probeer mijn zoons naam uit te spreken. Nog een keer, Bruce. Bruce Broers. Oh, Bruce Broers. Je kan het niet normaal uitspreken. Bruce Broers. Bruce Broers. Of het wordt Bruce Broers. Plus Kluts. Wat? Je pak je ene teken ding en je teken. Bruce Broers was zo leuk. La, Bruce Kluts. We hebben de clue gevonden. Wat doe je, Jordi? Ga jou doodmaken. Oké, top. Iemand heeft een vlag. Iemand heeft een vlag die ik was stelen. En ik ook hier. What the fuck, man? What the fuck, Albert? Nee. Ik ben wat schuldig. Kom hier. Mijn kill. Yaza! Allebei dood. Gaan elkaar dood? Ja. Schattig. Yaza! Ken je dat nog? Die poppetjes die deden het Yaza zeiden? Op Nickelodeon was dat. Yaza! Het klinkt echt als een stelletje downers in ieder geval. Ja, was het ook. Nou, tof. De broertjes, gebroeders Piccolini ofzo. Yaza! Piccolini, wat? Zoiets noemen ze. Dat is gewoon een dikke reclame voor Piccolini, joh. Doe even normaal. Wie is Piccolini nou weer? Ik weet dat Piccolini ons betaalt om deze video te maken, maar doe even normaal. Het gaat trouwens best wel goed voor jou. Volgende week gaan we pizza splieven omdat Piccolini ons sponsort. Oké. Ken je dat pizza splieven? Ja, dat ken ik. Nou, dan gaan we dat doen. Alsjeblieft, dan doen we pizza splieven. Nee, en dat wil ik helemaal niet. Ik wil maar jawel, je hebt het dus juist gezegd, alsjeblieft. Ja, hou je aan de regels, Rick. Jordi, even normaal. De regels vanaf Versus zijn nu 1 keer gezegd, altijd gezegd. Je bent homo. Ja, het is zo. 1 keer gezegd, altijd gezegd. 1 keer gezegd, altijd gezegd. Dat zijn de regels. Harde regels ook, duidelijk harde regels. Ja, harder, net zoals mijn penis. Eens gezegd, altijd gezegd. Ja, nou moet je penis hard zijn. Nou is die altijd hard. Kun je niks meer aan doen.
Ja, helaas. Maar nee, ik had dus, helaas slikte ik zo'n Viagra-pil verkeerd in en dan had ik de hele tijd last van zo'n stijve nek. Dat is echt vervelend. Ik had vanmorgen wel last van een stijve nek en ik wou eigenlijk nog tweeten, ik heb last van een stijve, dus eigenlijk is een nek, maar ik was te lui met te tweeten. Dat is mijn leven, Jordi. Zielig. Moet ik nu een liedje spelen op de kleinste viool ter wereld? Ja, we zijn toch bezig met SpongeBob referenties in deze versus. Kan die er ook wel bij. Ja, je krijgt extra punten voor het aantal SpongeBob referenties dat je maakt. Centjes. Ja, maar dat is echt totaal niet relevant nu. Dus ik kan nu ook gaan zeggen, de krokant krab pizza. Die ben ik klaar voor. Pizza, Heb je gedaan wat je moest doen? Nee, SpongeBob. Octo, heb je gedaan wat je moest doen? Nee, SpongeBob. Jordi is eigenlijk zeg maar de real life Octo, mensen. Nee, Rick. Tevoren. De krokant krab pizza is de pizza, zeker weten, ja. Voor jou, hè? Ja, ja, voor jou. That's a pretty good pizza, bro. De Krusty Krab pizza. Ik word keihard afgemaakt in dit potje, trouwens. Jij ook? Ja, ik word neut in dit potje, eigenlijk, om hier te zijn. Ik loop ook maar gewoon wat te doen nu. Rick, kom naar mijn team. Druk op escape. Ik ga blauw. Ik zit bij blauw, Rick. Yeah! Alles yeah! Broeders for life, yeah! Box. Kom, we gaan samen te strijden, Jordi. Hoe kan dat? Oh nee, oh, Jordi, dood! We gaan de vlag maken met z'n tweekers. Ja, okay. Woonie! Oh, de rode! Ja, die moet dood, die rode! Ja, dat snap ik! Jordi spelt het. Jordi is goed. Hij is goed. Hij is supergoed, Akbar. Ja, mensen die goed zijn in deze ik game. Ik haat Akbar. Hij plag. Bruce Akbar. Nee, hoe heet hij nou ook weer? Willy Akbar. Wat was zijn naam ook alweer? Barry Akbar. Oh, Barry Akbar, ja. Niet Willy, Barry. Oh fuck, hij heeft hem gebankt. Hoe doet hij dat zo snel? Wat? Hij heeft die vlag binnengebracht. Oh, dan kan hij weer terug. Dat is mooi. Oh, er staat hier iemand gewoon offline te spelen. Ik ga hem killen voor punten. Spawn heb ik. Ik ga deze event gewoon iedere keer laten respawnen en weer killen. Oh, Akbar heeft hem weer! Akbar Pro! Akbar, nee! Ik was in mijn Jordi, aan het Jordi, ja. Ik sta bij de spawn van Akbar Pro en ik heb hem gespawnkilled. Ik heb de vlag! Dus ik heb hem niet meer. Heb je hem niet meer? Ik had de vlag echt voor 2 seconden. Moment of fame. Ah ja, denk jij ook hier. Kom, we gaan samen naar de vlag toe, Jordi. Er komt Akbar weer! Pak hem! Akbar! Nee! Ja, we hebben hem! Hoppatee. Oh, nee, Akbar, nee! Dat is de vriend van Akbar. Ja, ik heb nu geen kogels meer. Blijkbaar. Al u plakbaar. Hey Jordi. Ja? Hoe noem je een kikker hey, die heel echt plakt? Hey Midget Apple. Wat? Jordi toch. Gekke ja, Jordi. Jordi zei... Oh! Jordi love people. That username. Ja. Nee, Akbar, kom. Oh. Fuck, die Akbar gaat er weer vandoor. Roepen! Jongen, ik zeg echt al heks. Ik roep heks op dit. Hoe zeg je heks eigenlijk in het Nederlands? Goeie vraag. Waarschijnlijk is het gewoon heks, maar als je een Nederlands woord moet gebruiken... Valspeelapparaat. Valspeelapparaat. Ik noem het valspeelapparaat. I call valspeelapparaat. Ja, ik noem valspeelapparaat. Ja, ik noem... Ik roep. Ik benoem dit tot een valspeelapparaat gebruiker. Frequenter. Ja. Nou, dat is cool. Nou, we gaan toch niet winnen deze episode, Rick. Nou, dan komt allemaal dat jij in Team Blauw zit, jongen. Deze week. Deze week kent geen winnaar. Nee, wacht. Ik had in het rode team moeten blijven. Ja. Nog een keer. Ik had moeten wisselen. Laatst moet ik maar waarschijnlijk kun je alleen naar van team wisselen als het andere team achter staat. Dat ja, denk ik. Ja, of iets anders. I don't know. Nou, bedankt voor het kijken van deze week. Rick. Versus Jordi, of andersom. Ik ben Akbar Pro aan het vermoorden. Ik ga andere games doen, en dat is leuk. Ja, en dan moeten we hierna pizza's blief gaan doen, want Rick heeft het nou eenmaal gezegd. Ik wil maar een pizza's blief. Ja, maar nou. Je hebt het gezegd. Ik heb het ook nog nooit gespeeld. Dus jij hebt een voordeel hier. Wow, ik heb 1 keer een pizza's blief. Dat is vet leuk. Je zegt net dat je het stom vond. Dat is vet leuk. Oké. Nou, dan gaan we dat doen volgende episode, omdat Rick het zo leuk vindt. Ik vind het hartstikke leuk. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Tot de aflevering. Van, Jordi versus Rick versus iedereen eigenlijk. Ja, versus de wereld. Scott Pilgrim versus de wereld. Ik ga nog even snel een vlagje scoren hier. Ik heb dit weekend gekeken, Jordi. Topfilm. Ja, is het een goede film? Nog nooit gezien?
Met Michael Cera. Ja, ik heb hem gezien, de film. Maar... Ja. Oh, wacht, eigenlijk waren we de episode gaan eindigen, maar oké. Okay. Nee joh, laten we gewoon een power-up doen over Scott Pilgrim vs. The World. Oh, oké, okay, is goed. Ja, begin maar. Nou, ik geef hem een 9 van de 10. Meer zeg ik het niet over. Ja, ik vond die chick met dat gekleurde haar vond ik wel leuk. Ja, wat is ook alweer? Ja, naam vergeten. Was niet interessant genoeg. Niet goed voorbereid. Was niet interessant genoeg. Nou, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Zet Ramona Flowers. Dat is oh ja, Ramona. Ja, Ramona. Nou, doei. Bedankt voor het kijken van deze power-up. Vergeet hem niet te liken als je hem leuk vond en ga de film kijken. Ja. T-World spelen als je niks te doen hebt, is leuk. Ja. Doei. Doei. Bye.